Hoi, ik ben Julia. Welkom op het Morgencollege locatie Westeinde. Ik ga jullie rondleiding geven. Kom mee. Ik ben nu bij mevrouw Schuiteman. Wat voor lessen geeft u? Ik geef geschiedenis en maatschappijleer. En wat vindt u leuk aan deze vakken? Maatschappijleer vind ik zo leuk dat het gewoon gaat over dingen die om ons heen gebeuren. Dan kun je altijd leuk op de actualiteit inspelen. En bij geschiedenis vind ik het gewoon leuk om verhalen te vertellen en leerlingen te vertellen over hoe het vroeger was. Wat vindt u het leuke aan lesgeven op deze school? Het is een hele leuke, vriendelijke, kleine school. En dat merk je als je hier naar binnen loopt. En dat vind ik er zo leuk aan. Iedereen kent elkaar. En bent u ook mentor? Ja, ik ben mentor van een derde klas. En wat doet u dan als mentor? Ik heb gesprekjes met leerlingen over hoe het gaat op school. En als ze hulp nodig hebben, omdat het thuis even niet lekker loopt. Of omdat ze misschien iets anders hebben. Dan probeer ik dat voor ze op te lossen. Dit is het lokaal Design Innovation. Hier leren we websites bouwen, Photoshop, programmeren en nog veel andere dingen. We hebben ook een eigen filmstudio. Dat heet Unit Shoot. Dit was de theoretische leerweg. We gaan nu over naar JIP. Die staat bij locatie Discipel. Daar doen ze basis en kader beroepsgerichte leerweg. Hoi, ik ben JIP. Ik leid jullie rond op een morgencollege. College, locatie Discipel. Kom mee. Nou, we zijn nu bij het uiterlijke verzorgingslokaal en we gaan even een kijkje nemen. Nou, dit is de aula. Hier gaan we in de pauze zitten. En dit is een plek waar alle klassen bij elkaar komen. Nou, ik zit hier met Amy en Wiem. Waarom hebben jullie eigenlijk voor deze school gekozen? Nou, omdat mijn zus hebben hier ook op school gezeten. En ja, ze zeiden dat het wel goed over, ja. Nou, ze werken hier met iPad. En de iPads zijn nu echt heel erg fijn qua leermethodes. Wat vind je leuk aan deze school? In klas 2 krijg je een profieloriëntatie. En dan ga je 2 weken per profiel ga je dan iets doen. Bijvoorbeeld met autotechniek, je hebt horeca, bakkerij en je hebt zorg en welzijn. En nog een paar andere dingen. En voor de eerste klasses heb je TIS. En dat is, houdt in van dat ze... krijgen ze bouw en zo en dat is allemaal voorbereiding voor de tweede klas. Ja. En wat vinden jullie het leukste vak? Nou, ik vind Engels heel erg leuk, want je leert de Engelse taal erdoor. Ik vind gym het leukste vak, omdat je dan veel sportieve dingen doet. We zijn hier in de bakkerij en hier bakken ze allemaal dingen. Nou, eet smakelijk. We staan hier bij mevrouw de Jong. En wat voor les geeft u eigenlijk? Ik geef eigenlijk alleen maar les in Nederlands. En ik heb 1 uurtje rekenen. Wat maakt het zo leuk om op deze school les te geven? Ik vond het leuk om hier les te geven allereerst omdat hier iPad-onderwijs is. Dat vond ik een hele uitdaging. Het is iets nieuws. En daarnaast, het is een hele open school. De leerlingen zijn heel toegankelijk. En het was voor mij eigenlijk de eerste school waar ik les zou geven. U bent een mentor. Wat doet een mentor precies? Als mentor ben ik vooral bezig met de leerling individueel. Dus ik hou me bezig met de cijfers, met het gedrag.
En aan de andere kant ben ik ook heel erg bezig met wat het talent is van de leerling. Dus ze krijgen in het eerste jaar krijgen ze TIS en dat staat voor talent in zicht. En vanuit daar ga ik met een leerling in gesprek van hey, wat vind je leuk in de toekomst? Wat zou je willen worden? Dus we zijn vanuit het Morgencollege zijn we bezig met het talent van de leerling. Dit was de rondleiding op het Morgencollege. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zie ik jullie gauw hier.